Balsahout kun je heel goed vormgeven door te schuren. Zet eerst de leunspaan opzij. Het schuren kan gebeuren uit de hand of met losse ondersteuning. Uit de hand. Hou het schuurpapier tegen het werkstuk aan de onderkant. Het stof gaat dan van je af en je hebt goed zicht op wat je doet. Uit de hand kun je mooie, vloeiende vormen maken. Met losse ondersteuning. Leg het schuurpapier op het ondersteunende blok en houd deze combinatie tegen het draaiende werkstuk. Door de traagheid van het blok kan het schuurpapier niet elke onregelmatigheid van het werkstuk volgen. Zo maak je strak werk. 3 opmerkingen. 1. Beweeg het schuurpapier altijd zodat het papier plaatselijk niet te warm wordt. 2. Bij zacht materiaal niet al te enthousiast schuren, anders hou je niks over. En tenslotte 3. Bij het schuren op de draaimachine gebruik je geen schuurblokjes. Absoluut niet.